Wanneer mensen nee zeggen en vooral zeg maar op iets wat ik vind of wat ik droom, ja. als zij nee zeggen, dan denk ik wacht maar. Dan is dat voor mij brandstof, snap je? Ja, ja. En ergens is dat is dat goed, want dat geeft mij echt vuur. Maar af en toe kan ik net iets te vurig zijn en dan kan ik net iets te of brutaal of te pittig overkomen voor sommigen. Ik voel mij heel erg ondergewaardeerd als het aankomt op muziek. Um, en dan denk ik ja dan toch niet? Als ik een keer op een date ga met iemand, betekent niet dat dat mijn vriend is. Dat betekent niet dat wij samen het bed hebben gedeeld. Hey, what up? It's game, man. Nando Leaks. Hey, what's up, yo? This is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Hey yo, Fernando. What's up? TJ Challenge. Hey, what's up, everybody? This is J Nando Nandolix. Oké? Fernando. X is in that station for a reason, baby. I baby, I'm Nando Namolix. Yo, what up, je boy van Alde, a.k.a. Mr. Keeper Keep It, keep it Banger. Welkom bij een gloednieuwe podcast, Real Talk. De podcast waar je alleen maar echte verhalen hoort. Dus als je vragen nu al hebt, ga reageren. Wie wil je allemaal zien, spreken, whatever. Maar gun sowieso een like, subscribe. Het is de motion, man. Hier komen die echte verhalen. We hebben iemand in de building. Ik ken er al zeg maar jaren in de game. Ik heb er al een paar keer uitgenomen. Maar ze was druk. Maar we hebben het laten lukken. Want ze is een gunner. Ze is in de beelden. Selma Omari. Ah. Uh, wat moet ik altijd zeggen als iemand me zo introduceert? Ja, sowieso, ik wel. wil bijna voor mezelf klappen. Oh, wow. moet je mee, maar? Nee, maar nee. welkom, man. Gewoon een uh, ja. dikke shout-out aan jou. En ik moet leuk sowieso een komen. dikke shout-out geven aan de sponsor van deze podcast, Winkelstraat. Love, winkelstraat.nl. Thank you very much. Ik ga jou straks iets moois geven ook van Winkelstraat. Oh, leuk. Ja, ja, komt ik hou van cadeautjes. hè. Kijk hier. Hé, wow. hé. Hey, hey. 500 euro, die kan je ook verdienen als je meekijkt. Aan het einde van de podcast ga ik een vraag stellen. En als je die vraag beantwoordt, dan maak je kans hierop. Maar zij krijgt hem sowieso. Oh, oké. Okay. Ik wou net zeggen: Nee, nee, je krijgt hem sowieso. Nee, je krijgt oh, hem sowieso. Ik nee, ik Jij krijgt hem sowieso. Ik, gewoon de gasten, die krijgen hem gewoon top sowieso. man, ik hou met winst naar huis. Snap ik bedoel? Dus dat, we got you, we got you. Stel maar, hoe gaat het met je? Je bent nu gewoon, je bent overal nergens te zien op social media. Ik kijk altijd heel blij naar, naar jouw Instagram. Ik zie, you're living the life. Oh, thanks. Waar was je voor het laatst? Wat, wat heb ik gemist? Waar was je uh, voor het laatst? Ik, ik kom net terug van New York. Echt zaterdag okay. ben ik teruggekomen. En wat heb je daar gedaan? Uh, mijn beste vriend is. Uh, is eind november jarig en wij gaan, althans, we zijn vorig jaar met zijn verjaardag ook naar New York geweest en hij heeft daar ook zes maanden heeft hij daar stage gelopen, dus het is soort van beetje traditie geworden dat we met zijn verjaardag elk jaar naar New York gaan. Oh wow! Maar het is super koud. De de Big Apple. Ja. De Big Apple. En how's life daar? Kijk mensen, daar heb je al vrienden. Ja 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 ja, onwijs veel eigenlijk. Zijn vrienden zijn eigenlijk mijn vrienden geworden die hij daar heeft leren kennen in zijn. Zes maanden oh, weg nice. van huis periode. En vandaar op je vlog ook de grap van American yeah. Boy. Heb je iets laatst op toch? Die, je, je was aan het zingen op je Insta. En zei American Boy. No. Ja. ja, ik hou je Insta naar Oh ja, en ik weet het is... niet eens meer. Ik zit echt hey. niet in mijn geheugen ja, te ja. <laughs> nee. nee, want je, je, bent, je bent dus vaak aan het reizen. En dan zie ik ook. Maar doe je ook veel modellen werken? Zo, want ik zie heel veel... Yeah. Ja, mooie dat ik, tassen, dus, luxury dingen. Ja. Nee, ik heb gewoon een hele grote voorliefde voor mode. En ik vind alles met betrekking tot mode en het visueel maken... van een visie die ik zeg maar zelf heb, creatief. Ja. Dat vind ik altijd heel leuk. En ik vind dat Instagram en TikTok en YouTube... Ja. zijn daar wel de platformen voor. Dus ja. eigenlijk ik deel ik een beetje mijn passie. Ja. Ben je altijd zo geweest into de ja. mooie spullen en dat soort dingen? Nou... Mooie spullen. Dat is later pas gekomen, want ik had vroeger nooit echt het geld daarvoor. Je komt van verder. Mensen weten niet gewoon hoe de kroos Nee, maar echt. Ja. Maar ik hield wel altijd van mode. Sinds ik me kan herinneren, was ik er wel echt mee bezig. Dus ja. laat ik zeggen, groep 6 of zo, dat ik echt dacht: van oké, okay, ik ga dit topje aandoen met deze rok of met deze broek. Of het zijn verschillende kleuren roze. Dit ja. past er mooier bij, want het is zachter. Daar ben ik altijd wel mee bezig. Bezig geweest. Okay. En ik vroeger, deed ik altijd alles op, uh, dan keek ik op die hele mooie websites zoals Netta ja. En dan deed ik alles in mijn winkelmandje. En dan dacht ik: oké, okay, 30.000 euro. Als ik dat heb, dan heb, ik alles, heb <laughs> ja. ik alles wat ik wil. Zeg maar. ja. zo, en zo ging ik mezelf motiveren om eigenlijk hard te werken, omdat ik gewoon mooie spulletjes wilde, omdat ik dat leuk vond. Zeg ja. maar. Ja, want je komt van, van ver. Kijk, mensen zien jou en zien zeg maar, het resultaat van hard work. Ja. En in real talk wil ik altijd naar de kern gaan. En de basis waar dat vandaan komt. Waar is jouw werkethiek uh, ontstaan? De, 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 die drang om hard te gaan, om never um, to give up. Ik denk dat het echt. Uh, ik heb daar echt. Ik, ik moest echt naar coaching sessies. En ik heb echt met therapeuten en zo gezeten. Maar ik denk dat dat van een hele heftige pestperiode. Uh, is gekomen. Ja. Ik denk dat dat uh, wanneer mensen nee zeggen, en vooral zeg maar op iets wat ik vind of wat ik droom, ja. als zij nee zeggen, dan denk ik, wacht maar, dan is dat voor mij brandstof, snap je? Ja, ja. En ergens is dat, is dat goed, want dat geeft mij echt vuur, maar af en toe kan ik net iets te vurig zijn en dan kan ik net iets te of brutaal of te pittig overkomen voor sommigen. En dan uh, ja, dat, dat, dat kan je ook bitter maken. Ja. Dus ik ben net niet bitter, maar ik ben wel. Ah, dus dat gewoon die, ja. die, die action ben, erin. Snap. Nee, want, want je merkt wel, kijk, pest is iets waar we af en toe over spreken in de maatschappij. Als er, veel te jammer, als er iets heel ergs gebeurt, dan zeggen ze: Oh ja, jammer, waar we hadden wat moeten ja. doen. Maar vind je dat er genoeg wordt gedaan aan pesten op school of in de omgeving? Bij mij, toen ik nog op de basisschool zat, absoluut niet. Echt niet gewoon. Ik, ik, ik moest echt gepest worden, mijn hart moest echt gebroken worden en ik moest met tranen thuiskomen. Uh, totdat mijn moeder dat zag en mijn moeder, ja, elke moeder vindt dat ja. haar hart breekt als ze haar kind ziet huilen. Ja. En dan kwam mijn moeder altijd naar school en dan wisten de leraren ervan, snap je? Want ik zelf, ik was te timide en ik was niet bang, maar ik, ik, ik durfde gewoon niet per se iets hardop te zeggen tegen de pesters. Ja. Want je moet nagaan, je voelt jezelf al anders dan de rest, snap je? En dan. Zijn hun met een groep en dan ben jij vaak in je eentje. Ik ja. had ook niet echt vrienden of zo op de basisschool. Ik vond het altijd al heel leuk als hun iets met mij in de pauze willen doen. Of als ik een spelletje mee mocht spelen met. Snap je? En dat, ja, dat heeft mij wel ergens geschaad, denk ik. En dan wat zie je dat vooral dan? Want ik weet nog dat ik dus. Ik had toen ook in deze podcast al gesproken met QC. En we, we gingen heel diep en toen zag je hoe ver. Dus ja. ook al hij is super succesvol, maar dat het nog steeds gevoelig ligt, eigenlijk. Is het iets waar je, want je hebt therapie gevolgd... is het iets waar je overeen kan komen of, of overheen kan groeien... voor de mensen die nu kijken, die misschien ook gepest worden... of een broertje of zusje hebben die, die dat nu ondervindt? Nou, ik denk dat, dat je vooral... Uh, als ik nu terugkijk op mijn pesters, denk ja. ik... oh my god, jullie zijn echt zo onzeker. Ja. Oh my god, het was zeker niet leuk bij jullie thuis, snap je? Ik denk dat, dat, uh, dat als je gepest wordt, dat je heel... Uh, dat je, Continu wel altijd positief moet blijven, met uh, en in lijn moet staan met wie jij denkt te zijn. Maar als het is wel mens. moeilijk, want als je tegen iedereen staat en iedereen. En daarbuiten, je bent ook heel jong, snap je? Ja. Um, maar ja, ik had dan weer wel het geluk. Like, I had a very loving home, snap je? Mijn moeder deed echt haar best. Ja. En ik had altijd wel een beetje zelfbelief, altijd al gehad. Ja. Um, want ik kon wel onderscheid maken van... oké, okay, jullie pesten mij en ik, ik kan niet tegen jullie allemaal op... maar ik ben nog steeds cooler dan jullie. Met alle respect, snap je. Ja. Jullie mogen dat misschien niet vinden... maar ik denk dat persoonlijk zelf wel. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje mijn vuur is geweest. Ik weet het niet. Ik, ik keek ook altijd andere programma's. Ik, uh, ik luisterde heel veel uh, muziek. Uh, ik was heel erg met het westerse dingetje bezig... van Amerika en weet ik het allemaal. Dus... Ja. Was je toen ook met zang bezig, hmm. met muziek? Ja ja ja, ik vond het altijd leuk. Ik ging voor mijn moeder altijd zingen. Oh wauw. Ja. Gewoon thuis. Ja. En op de middelbare school had ik wel een, had ik een keertje had ik een filmpje op uh, YouTube gezet. Toen SME Denters ook was opgekomen oh, ja. en ze ging naar de opera Show. Ja. I was like, Give oh my god. Because my heart is yeah, burning from this silly thing. Yeah, 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 yeah. I was a big SME Denters yeah. fan. En ik dacht, wow, if she can do it. Like, je weet toch? Een meisje yeah. van Nederland, smart dan, girl doing it. Hallo, ze heeft gewoon een tune met Justin Timberlake. Like, yeah. Het is altijd heel makkelijk om mensen, het is heel makkelijk voor mensen om jou uit te lachen voor je dromen. Uh, totdat het echt gebeurt. Klopt. Snap je? Klopt. En dan lag jij. Ja. En wat was het moment dat jij al je, je haters, de pesters ging uitlachen? Dat je dacht, ja, valideerde. Want je hebt die dromen, maar dan komt er een moment dat je die dromen waar maakt voor jezelf. En dat je dan zegt, ik wist het. Want je bent altijd aan het sleutelen in jezelf. Ja. Ik denk niet zozeer dat, dat ik mijn dromen waar begon te maken. Want je hebt elke keer dromen, snap je? Ja. Dus als je een, een doel behaalt, dan. Mag je weer een ander doel voor jezelf opstellen. Maar ik had wel zoiets van oké. Okay, maar dit is het moment dat ik echt in mijn kracht ga proberen te staan. En dat was toen ik een, een jaar of zestien was, ja. 15. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, als jij mode leuk vindt en jij wilt dit en dit en dit aandoen. Als dat mag vanuit huis. Ja. Wie de fuck zijn al deze mensen om jou, zeg maar, te zeggen van nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Ja. Dus sindsdien, ja, ik, ik ben gewoon. Ik ging elke dag helemaal getrest naar school. Wow, ja. En ik ging echt, ik ging er echt voor. Ik was... Ik was veertien, vijftien ik droeg hakken. Iedereen schrok. Vijftien keer van de trap gevallen, maar ik ging er als niet schok voor. Want dat maakte mijn outfit compleet, snap je? Dus ik, ja. toen dacht ik van nee man, ik ga het gewoon doen. Ja, en die, die, ik heb het gevoel dat je ook die vrijgevochtenheid van je, van, je, van je moeder hebt. Ja. Die power. Ja, heel erg. Is het altijd zo geweest? Is het, is het iets ik, in de bloed? Sinds ik me kan herinneren wel. Ja. Mijn, mijn ouders zijn jong. Toen ik jong was, zijn hun zijn gedaan. Toen je drie was, volgens mij, toch? Ja, eerder zelfs, anderhalf. Ja. En uh, mijn zus en ik gingen toen even bij mijn oma in Marokko wonen. En uh, mijn moeder, die moest taal leren lezen, schrijven, oh, wow. praten. Weet je wel, dat heeft ze zichzelf aangeleerd. Ze heeft haar rijbewijs moeten halen. Ze is naar een andere stad vertrokken, want wij, ik ben geboren in Orenzaal. Dat is in de buurt van Duitsland, okay. bij Enschede daar. Oké. Okay, ja. En. Uh, mijn moeder is een stadsvrouw, die komt van Casablanca. En toen, zijn wij, um, toen is zij naar Rotterdam verhuisd, kwamen wij terug. Dus ik had altijd al een sterke vrouw als Boegbeeld, snap je? Zij heeft altijd gewerkt. Uh, ja, ik moest ook heel snel volwassen worden, eigenlijk. En waarom moest jij met je zus naar je oma? Omdat mijn moeder al haar shit voor elkaar moest krijgen. Ah, dus snap ze je? je? Ze, ze had geen dat... geld voor oppas. Shit. Ze ja. had. Ze had, ze had, ze had alles wat zij moest doen, rijbewijs halen, huis zoeken, werk zoeken. En dan nog op twee jonge meisjes letten. Dus mijn oma zei van, breng ze naar Marokko. Ja. Ik en je vader letten op, mijn opa en oma dus. Ja. En dan, tot, tot jij al je shit hebt geregeld, wow. dan komen ze terug. Wow. En hoe is je band met je, met je opa en oma? Was het dat? Ja, ja, nee, dat is zo... Ja. ja, 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 echt. echt. Het, is, het is iets magisch hè, opa en ja. oma. Mijn opa is overleden. Uh, is wij zeggen Allah ja. uh, Maar al een paar jaar. En mijn oma die heb ik nog. En dat uh, is echt mijn tweede moeder. Gewoon. Ja. Ja. Het is iets magisch met opa en oma. Dus, ja. mag, ik zit bij, bij mijn zoontje met, met mijn moeder. Hij kan alles flikken. Denk ik, Maar ik had al lang een flipper gekregen. Ja, en ze huilen ook echt. Hè, als ze weg moeten van oma zo. Ja. Zover ik mij kan herinneren, al mijn nichten en neven. Misschien behalve één nicht, want niemand moet haar zeg maar in de familie. Ja, het is gewoon zo. Iedereen uh, heeft dat. Ja, ja, zij is dat echt. Like, we don't fuck with her. Uh, nee, het is echt zo. Uh, voor de rest, iedereen houdt echt van mijn oma. Ja. Iedereen checkt mijn oma, snap ja. je? Dus ja. uh, we zijn ook allemaal, zeg maar, oké, okay, er, er is wel een generatiekloof met de ouderen. Neven en nichten, ja. en de jongere neven en nichten, maar iedereen, uh, iedereen heeft een grote voorliefde voor mijn oom. Want je bent half Marokkaans, half Irakees. Ja. En, en, en heb, je, heb je, want dus in, uit dit verhaal kan ik halen dat je heel veel binding hebt met de Marokkaanse kant. Ja. En die andere kant, die... Minder, daar probeer ik wel ja. meer, uh, ja, meer grond in te vinden. Ja. en Ik ben gewoon half Irakees, mijn vader is Irakees, maar mijn ouders zijn gescheiden. Ik heb jaren geen contact gehad met mijn vader. Dat was volgens mij toen je 15 was, toch? Ja, klopt. Ja weet ja. je dat? Heb ik dat gezegd? Nee, je? nee, ik, ben oh. gewoon, ik, ik weet alles. Ja, ja, uh, ja, sterk. <laughs> nee, toen ik vijftien was, had ja. ik contact weer met mijn vader. En uh, mijn moeder heeft ons opgevoed, snap mm -hmm. je? Ik weet superveel over de Marokkaanse geschiedenis. Ik ja. kan Arabisch praten. Ik, ik weet veel over Marokko. Ja. Dus dat, dat zijn ook gewoon mijn roots. Ook al zeggen mensen altijd: Oh my god, je volgt je vader. En je weet toch, mensen ze willen altijd zeggen: Nee, wij Marokkanen accepteren jou niet. Maar wat wil je dan? Ja, maar dat, dat lijkt me ook zo moeilijk. Want soms lees ik dat, dat soort dingen en dan word ik ook een beetje boos. Want ik denk van: Mensen zijn altijd aan het wijzen. Die, 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 die kijken altijd vanuit: ja, Ze hebben altijd wat te zeggen. Ja. Yeah. Maar wat geeft de andere persoon het recht om te zeggen: jij bent niet dit. Maar je bent gewoon qua blood dan Ben je gewoon yeah. half Moroccan en half uh, Irak? Dus, dus is why I don't, don't take it serious. Ja, dat lijkt me niet serieus lastig. Want zeg maar, je bent ook Marokkaans, maar je bent ook dat. Dus ja. Dan heb je andere mensen die jou vertellen wat je wel en wat je niet bent. Hoe? Maar aan de ene kant denk ik ook: jij bepaalt je eigen identiteit. Dus als ik dit ben en ik vind dat, wie ben jij? Dus daar, daar blijf ik wel, daar probeer ik wel sterk in te blijven. En daarbuiten, mijn moeder is gewoon Marokkaans. Ja. Ja. Wie heeft bepaald dat je je vader volgt? Wie? Ja. Omdat je de achternaam neemt van je vader, volg je dan je vader? Oh, je vader heet Omari. Ja, mijn vader heet Omari okay. van Zachten. En hoe is jullie band nu? Ja, echt goed. Okay. Ja, nee, nee, ik heb echt uh, onwijs veel liefde voor mijn vader. En het is echt een sympathieke man. En ja, uh, ja nee. En ga je dan ook naar Irak, uh, dat soort dingetjes? Of, of, nee, ik hoop wel dat? ooit echt te gaan. Ja. Echt, uh, maar dan moet je via Jordanië moet je, zeg maar, naar Irak. Ja. Maar uh, ik, ik, ik zou het wel heel leuk vinden. En wat in je temperament, want ik weet, ik John van der Heuvel hier, die heeft geen band met. Zijn uh, biologische vader, die is Marokkaans, ja. veel mensen weten het niet, maar nee, nee, John sorry. van Huy is gewoon echt monkeroor. Dus ik ja. ging ik met hem praten. En, en toen zei ik: van, ik zei van Ben je nooit nieuwsgierig naar die kant? Wat is typisch Marokkaans? Hij Ze zegt. Hij zegt, mijn temperament. <laughs> makes sense. Makes sense. Ja, ja ja, ja, maar, ja, ja. Maar wat in jou zijn er ook Ze vraagtekens zeggen niks voor die je hebt over he? jezelf? De ja. Ja. Voel jij? Zijn er vraagtekens bij jezelf? Dat je denkt: van dit heb ik echt van mijn moeder en dit heb ik van mijn vader? Of de, heb je, je ik karakter? ik denk de pittigheid heb ik wel echt van mijn moeder. Okay. En mijn vader is, is een stuk kalmer. Kijk, mijn moeder is nu een ja. stuk kalmer. Maar ik heb het idee dat mijn vader overal wel heel relaxed en gewoon nonchalant en. Uh, ja, gewoon chill. Mijn moeder is pittig, uh, vastberaden. Uh, ja. Af en toe een tikkeltje brutaal. Vooral vroeger, snap je? Ook als ik de verhalen van mijn oma moet geloven, dan, dan is dat wel allemaal zo. Herken je jezelf in die verhalen? Ja, deels okay. wel, deels niet. oké. Okay. Want ik, ik ben wel bereid om compromissen te sluiten. Daar waar mijn moeder toch wel wat wilder was vroeger. Okay. Snap je? Wat koppiger, wat eigenwijzer. Ja. En, uh, maar ik, ik heb soms het gevoel dat mensen jou op een bepaalde manier zien, wat eigenlijk niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dus nee. hoe ik jou ken, um, en ik oordeel altijd mensen, zeg maar, hoe ik ze ken. Warm, lief, uh, uh, heel gevoelig. Nog gevoeliger dan we weten en zien. Uh, maar altijd zeg maar, je, je, je gunt. Je bent iemand die, die gunt. En je uh, you, 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 with your struggles, dat heeft iedereen. Maar je probeert altijd eruit te komen. En dan denk ik met mezelf van, oké, okay, maar uh, hoe, hoe ga je daarmee om? dat, dat You're fighting to figure out your way. En je zit ook nog eens in een wereld waar je onder een vergrootglas zit. Is het niet soms een mindfuck? van Mensen zeggen, oh, she's about this. Ze, ze doet dit aan haar lijf. Ze is van een celebrity. Ze wordt alleen maar dit, dit. Terwijl je eigenlijk een totaal andere persoon bent. Nee, dan denk ik altijd, wacht maar totdat je me in het echt catcht. Want ik ben echt a good soul. Snap ja. je? En je gaat alleen maar positiviteit van mij krijgen. Als je mij met goede energie benadert. Ja. Uh, dus nee, dan denk ik, ja... I cannot wait for you to meet me in real life. Want ik zal altijd aardig doen tegen iedereen. Omdat ja. ik dat ook altijd terug zou willen. Snap je? Ik ben altijd de eerste die respect geeft. Omdat ik dat ook terug zou willen. Ja. Ik geloof niet in iets afdwingen van mensen omdat ik het ben of zo. Dat daar geloof ik absoluut niet in. Ja. Dus uh, ik hoop altijd. Ik denk oké, okay, je mag een beeld over mij hebben, maar ik hoop dat ik in het echt niet tegenval of teleurstel. Snap ja, je? Dat ja. vind ik iets belangrijker. En meestal iedereen in het echt zegt: Oh my God, je bent zo anders in het echt. Denk ik. Huh, ik ben toch mezelf. <laughs> ja, 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 ja. 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 Dat is wel wat ik vaak krijg. Ja. Maar het is ook moeilijk, hè? Zeg maar, want je, je, je vlogt, uh, je laat dingen zien. Dus mensen kunnen ook een beeld hebben als we jou op een hele, een soort, ik weet niet, het was een next level jurk aan. Ik weet niet, wat die foto was, maar een soort zwart wit jurk en je zegt, look at the dress. Ze hebben er denk mensen, oh, ze is een soort Kim Kardashian of een soort. Nou, ik hoorde heel toevallig laat van mijn management dat ik alles een beetje persoonlijker moet maken. Ik kijk Tessa nu aan. Maar... Oké, okay, hoe zo persoonlijker? Nou, ik denk dat mensen een stukje meer mogen zien van mijn leven en bijvoorbeeld mijn vrienden. Want ik ging daarna echt kritischer naar mijn Instagram kijken en ik dacht, ja, alles is wel gewoon fashion en ik. Heel de tijd ik. Snap je? Nee, ja. maar ja, het is ja. wel maar ik zo. Pas op jouw Instagram. Obviously, ja. maar ik ben ook Ach. gewoon. Um... Ik ben meer dan alleen dat, snap je? Dus waar we het net over ja. hadden. En dan denk ik, oké, okay, misschien moet ik dat iets meer laten doorschemeren. Ik ben ook hartstikke grappig, vind ik zelf. Kijk, ja. misschien een ander vindt dat niet. Maar ja. ik vind dat wel. <laughs> en dan denk ik bij mezelf, ja, dit zijn allemaal karaktereigenschappen die ik wel bezit. Die ik misschien niet zo naar buiten laat komen. Maar is het bewust dat je bepaalde dingen niet wil laten zien van jezelf? Of was het ging het gewoon? Nee, dat grappig. je like. Wow, I'm so funny. Dit moeten mensen wel echt ja. weten. Maar ik denk misschien uh, dat stukje. Um... Stukje. Niet per se emotie, maar gevoelig. Dat ik dat heel lang niet heb laten zien. Dat, dat... Maar dat, dat, dat zien we wel in je vlogs, vind ik. Dus die gevoelige kant, dan zie ik je uh, bijvoorbeeld weer met de kids spelen. Weet je dat je een beetje. Ja, met die... ja ik weet het. Dat, ja, ja, ik heb ja. het gevoel dat je dat meer in je vlogs laat zien, je unboxing-dingetjes, dat je gewoon weer open en bloot. Maar ik heb heel face. lang niet gevlogd. Ik, ik heb het nu weer opgepakt, maar omdat ik gewoon periodes had dat ik echt dacht van ja. Ik voelde het gewoon niet, snap je? Met vloggen voelde je het niet meer? Ja, en nu, nu denk ik weer... oh my god, waarom heb ik dat überhaupt laten liggen? Like, waarom voelde this. je het niet meer dan? Ik weet het niet. Ik denk met alles zeg maar, wat een beetje op mijn pad kwam... en alle, alle meningen en alle hoofdpijn van iedereen... dat ik mezelf heel erg ging afschermen. Ja. En gewoon heel erg... alleen maar bijvoorbeeld als ik op reis ging... dat ik dat ging filmen. Snap je? Dat ik daar heel voorzichtig in werd. Ja, als je dacht van... weet je, dan maar liever een openvlakkige... Uh, Beauty foto laten zien. Of zeg ja, maar... niet per se oppervlakkig, maar gewoon. als op afstand. Een beetje. Ja, ja. maar die moet je weer van je management. <laughs> je weer nou, op... niet eens van hun ja. zozeer, maar het is meer ook voor mezelf. Like, ik, ben, ik ben dit, snap je? Ja. En ik vind het heel leuk dat hun mij juist zo zien en dat ze dat heel graag willen reflecteren op, op mijn kijkers en mensen die mij volgen. En dan ja. denk ik, ja, jullie hebben wel gewoon gelijk. Wat zijn dingen die wij niet zien van jou, die je bijvoorbeeld doet in vrije tijd? Wat does Selma Marie do als je does een post? She hangs out, she chills. Ze is echt relaxed. Uh, yeah. Heb je hobby's? Gekke hobby's, weet ik veel. Wat van die, ik veel schilder je? <laughs> nee, ik heb laatst wel kleurboeken gekocht. En ik ja. dacht: weet je wat, als ik gewoon een beetje zen moment wil thuis, dan doe ik gewoon relaxed. Weet toch, R&B, Soul music. All beetje jazz. En dan ga ik gewoon tekenen inkleuren. Ja. Gewoon als therapie. Ja. Dus dat, is dat een hobby? Dat is wel een hobby. Ja, zeker een hobby. Ja, ja, ja. vrije tijdsbesteding. Ja, ja gewoon ja. dingen die je doet uh, die niks met je werk te maken hebben. Ja, weet dat, je? dat je... en sporten echt heel erg. Ja, je bent fanatiek, man. Ja, ik, ik hou wel echt uh, van Hoe sporten. vaak in de week ben je aan het... Uh... Uh, nou, voor, door New York heb ik een week niks gedaan. Maar daarvoor was het echt vier keer per week. mega ja. dan? En dan wat vooral kickboxen of gewoon uh, nee, fitness? Nee, nou, ik ben nu echt fan van Roll Cycle eigenlijk. Het is een soort spinning class. Oh, en dan nee. met uh, muziek. Maar okay. echt like uh, very hyped. ja Oké. Okay. En het is, ik zie die mensen helemaal losgaan, maar is het goed? Is het nee, goed het is voor de... Echt top. Ik... Uh, weet je met wie ik les heb? Met Shay. Echt? Ja, ik oh, heb met les. En dit is ook op die, uh... op, die, okay. op die... Op die fiets. En dan zitten we echt op RB. Wij nemen allebei best wel vaak lessen van dezelfde instructeur. En dan ja? zei hij Chisha. En dan uh, echt toevallig twee dagen geleden teksten ik... ik ben van de fiets gevallen. Oftewel, ik ben ah. lang niet gegaan. Wow. Dus als jij gaat, laat me weten. Dus zo motiveren we elkaar. Ik zei, luister, vanaf dinsdag heb ik weer tijd. Oh, leuk. Dus morgen. Ja. Dus dan tekst ik haar mijn schema en dan kijkt zij of ze erbij kan of andersom. Dus dat is echt leuk. Freaking vet. En hoe is het met je muziekcarrière? Want ik weet nog dat je toen bij de show was en spraken over je muziek. En It's je zou giving toen... on hold heel erg, ja. Waarom? Ik zeg been? je eerlijk, kijk. Uh, heb ik ook vaker tegen jou gezegd, hè, Fernando? Ik ja. vind in Nederland het, heerst er heel erg een stigma. Van als je één ding doet, dan kan je de ander ding niet doen. Snap ja. je? Je mag niet iemand zijn die van meerdere dingen geniet. En um, ik irriteer me ook wel een beetje aan, uh, aan influencers die muziek maken. Snap je? Weet je, of dat nou van artiesten komt of van mensen die niet begrijpen dat je opeens muziek gaat maken. Ik volk daar niet zo heel erg mee. Snap je? Ja. En um, aan de ene kant ben ik gelijk defensief. Denk ik, ja, oké, okay, dan maak ik toch geen muziek. Snap je? En aan de andere kant denk ik, ja, maar waarom bepaalt iemand anders voor mij. wat ik wel of niet zou moeten doen? Ik voel mij heel erg ondergewaardeerd. als het aankomt op muziek. Um, en dan, uh, dan denk ik, ja, dan toch niet. Als jullie vind, het niet waarderen, vind, dan, dan ja. toch al iemand anders wel. Ja. Dus dan denk ik, wil ik nog Nederlandstalig muziek maken? Wil ik nog dit? Wil ik nog dat? Dan, uh, dan denk ik daar. Uh, ja, dan, dan, dan dwaal ik heel erg in gedachten. Ja. Maar je moet gewoon toch scheid hebben. Je moet toch van Absoluut, maken wat je Absoluut, Ik leef daarvoor. Maar ik heb ook geen zin om alles in iets te zetten. Mijn eigen bloed, zweet en tranen. Mijn eigen centen. En dan vervolgens dat mensen nog überhaupt durven te zeggen: ja, maar je bent influencer. Ja, maar mensen gaan altijd iets vinden om te zeggen. Het gaat om. Kijk, het is, kijk als jij. Ja, wil maar zeggen... weet je wat het, ik snap wat je bedoelt. Ja. Hè? Maar ik wil er even op inhaken. Nee, in ik vind. Echter wel, in Nederland is het een different breed of misgunnen. Of het nou van artiesten zelf is. of van mensen die het niet begrijpen dat jij überhaupt muziek gaat maken. Snap je? Ja. Dus dan denk ik, ja, oké, okay, maar dan, dan zijn jullie toch niet mijn publiek om muziek voor te maken. Maar betekent dit dat je dan een ander publiek overweegt? Dat je dan misschien naar het buitenland. Ja, ik zit er wel aan? heel erg aan te denken om gewoon lekker uh, Engels. Muziek te maken, ik heb al een Engelse tune uit, o Engels of Arabisch, weet je, ik, ik kan vloeiend Arabisch uh, spreken. Dat is goed, toch? Absoluut, absoluut. Ja, maar doe. Ja, dan... ja, nee, ja helemaal, ja, ja. go. Nee, ik heb wel Arabische tune's gemaakt, toch? Oh, ja, met wie? Ja, 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 met mezelf. Met jezelf? <laughs> ja, oké. Okay. Nee, ik heb wel Arabische tune's gemaakt en ik heb, uh, ik heb wel een paar dingen liggen bij andere Arabische artiesten en die, weet je, het is zo anders als je buiten Nederland gaat zoeken en, en ik begrijp ook dat bepaalde artiesten in Nederland denken van ja. I just don't feel appreciated. Dus ik ga het ergens anders proberen. Ja. En dat is gewoon heel jammer, snap je? Dan, het is een soort pick me land geworden die bepaalt wie, wie hot is en wie not. En ja. als je groter denkt, dan, dan mag het allemaal niet. En ja, ik voel ik daar gewoon jammer van. Nou, ik, ik voel je volledig met dat. Kijk, dat heb je ook op, 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 op mijn gebied ook met presenteren. Je krijgt niet zeg maar, altijd de mogelijkheden die je zou krijgen op basis van je kwaliteit of wat je kan. Wat ik altijd heb gedaan is van: oké, okay, fuck you, I will build another way. Ja. En dan zie je mensen in het buitenland interviews doen. En dan zegt ze: hé, maar hoe ken jij al die artiesten? Omdat ik, ik fuck met mensen en ik gun mensen ook. Zeg maar voordat ze groot worden, met Jack Harlow. Ja. Dat was de eerste die ze Choose aan het Dus Jij kent hem ook niet persoonlijk, toch? Ja, ja, ja. Misschien is dat een goede voor een calabo. Nee, 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 nee. Dus nee? Wel, nee, nee. Maar wel heel lief. Dat je... Dat is nou, that, ja. that's a dream too big. Ik ben niet zo ambitieus als het gaat. Om muziek, snap je? Dan ja. heb ik het idee. Ik geloof ook in dat je manifesteert uh, waar je echt, echt in gelooft, snap je? En waar geloof je echt, echt in? Dat ik met mijn karakter heel ver kan komen. Like, I feel that. Um, hoe zal ik het zeggen? Ik heb het idee dat ik een, een persoonlijkheid meer ben, snap je? En, um, en dat mode daar heel goed in uh, samenhang mee is. Maar je vindt ook zeg maar dat Nederland niet. Jou waardeert ook op je zangkwaliteit, terwijl je gewoon kan zingen. Ja. Yeah. Maar ben je dat niet? ben je minder onder de indruk van je eigen zangkwaliteit dan van je persoonlijkheid? Nou, ik ben gewoon wel eerlijk. Ik ben geen fucking Beyoncé. Maar nee, mijn persoonlijkheid maar, is, is very fucking ja. Fernanda. Ja ja, 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 ja. Ik heb een grotere persoonlijkheid dan dat ik uh, aan zangtalent heb. Ja. ja, zeker wel. Maar heel veel artiesten, ik bedoel, maar, 100%. Maar, ja, maar ja dat, dat wil niet veel zeggen. Echter, denk ik wel dat ik gewoon andere ambities. Uh, die, staan, die zijn voor mij op dit moment misschien belangrijker. Oké. Okay. Wat zijn die ambities dan? Huh? Naar nou, mijn eigen modelijn bijvoorbeeld. Okay. Uh, beginnen en lanceren. Dat is, dat is echt iets waar ik uh, very excited naar ben. Maar en... oh, het is al in the works. Is ja, all... ja, ja, zeker. 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 Oké, okay, shit. Yes. Ja, oh, ja, shit. Ja, ja. Al en je dagen. eigen lijn wat voor wat, wat kijk maar nee. vrouwen vrouwen beetje, Yo, I gotta, kan nee kan hè anno 2022. dat hè ik stuur je graag een pakketje op hè <laughs> nee, maar, nee, nee wat, wat, zeker. Wat voor, maar wat voor maar wat voor vrouwen dingen Heb je het over hebben het over fenty zoals Rihanna Beyoncé dingen uh, weet ik veel? nou het is het, het is vooral Sport, uh, uh, nee het is geen sportswear het is echt uh, casual streetwear maar okay. uh, met de juiste vormen waarvan ik vind dat elke vrouw uh, of issues of dat dat mooier geaccenteerd mag kan worden. Oké, okay, zo so, actie. So, so, geaccepteerd. Geaccepteerd. Ja, geaccenteerd. Ja, dus oké, dus, oké. Okay, okay. dus, en dat komt binnenkort, volgend jaar, dit jaar? Ja, ik hoop uh, eind maart. Oh, het vet. Dus ja, je gaat oké, okay, je gaat nu echt de fashion-kant meer op. Ja, wauw. Dat en... is wel echt waar mijn ambities uh, liggen. Oké, okay, oké. Okay. En, en, en dan gewoon je... meer ondernemen, denk ik. Ja, ja. dat zit dan in je bloed. Maar je bent altijd een hosselaar geweest. Hè? Zo, iemand ja, die, moet je ja, aan always, de figure live houden. Ja, ja, ja. Maar, maar, maar merk je dat met uh, je leeftijd, dat je nu steeds meer begint te zien: van oké, okay, dit ben ik. Want je bent, je, je bent super jong nog, 28, en ja. je bent nu echt alles een beetje aan het. Heb je nu het gevoel dat je nu weet: van oké, okay, dit is nu mijn pad? Ja, oké. Okay. Ik denk het wel. Ik denk dat ik mezelf nog een kleine jaartje geef om dat helemaal echt uh, uit te vogelen. Maar ik denk, uh, ik denk wel dat ik op de juiste weg ben. Ja. Maar ben je voor je gevoel nu gelukkig? Ja. Wat is gelukkig? Nou, gelukkig, uh, verschillende definities. Gelukkig is met, sowieso met, gelukkig zijn met uh, de persoon die je ziet in de spiegel. Heel belangrijk, de basis. Ja. Zelfliefde. Zelfliefde heb ik, echter zie ik wel gewoon een paar puntjes waar ik aan kan werken. En dan ga ik naar coaching bijvoorbeeld. Okay. En dan denk ik, oké, okay, uh, bijvoorbeeld beter plannen. Snap je? Okay. Kleine, kleine doel doelen die voor mij heel belangrijk zijn en die me beter op weg kunnen helpen naar het zijn van een betere persoon. Um, maar zelfliefde heb ik wel, ja. Ja, zelfliefde is belangrijk. Uh, liefdevolle mensen om je heen hebben. Heb ik altijd dat, gehad. Dat is heel belangrijk. Ik bedoel, je kan heel veel geld hebben, maar dat zegt in mijn ogen helemaal niks. Zolang je niet de waardevolle yeah. uh, mensen om je heen hebt, want dat that, that's what makes it fun. Ik, ik denk dat ik dat juist het meest heb en zelfliefde. Uh, ja. uh, want ik denk ook, als mijn vangnet um, niet zo sterk was geweest... van goede vrienden en familie die me steunt in alles... Ja. dan was ik al lang al gebroken. Zeker? Ja. Het is makkelijker om iemand dan te breken. Ja. Of iemand verbitterd te laten worden. En dat ben ik niet. Ja. Nee, nee. Ik denk dat dat... Ja, als we geluk daarop passeren... Ja. dan 100%. Dan ben ik 110% gelukkig. Oké. Okay, ben, ben je gelukkig met hoe je werk gaat... En... Uh, uh, voor 80%. procent. Ja, omdat ik ja. in alles wel uh, verbetering zie. Ja. Snap je? Ja. Ja, dus dat, ik, ik zie op werkvlak zie ik verbetering. Ja. Ook doelen die ik wil behalen denk bijvoorbeeld aan het lanceren van mijn eigen kledinglijn ja. en uh, dat soort dingen. Ja. Maar dat komt ook goed met jou. Dat procent. Uh, nee goed. nee nee. Je bent wel. Dus onder en gaan. Hè? Die vechtersmentaliteit, dat is key. Dat heb ja. jij. Dat, dat dat is iets wat je kan het niet kopen. Je moet door uh, shit zijn geweest om dat te ontwikkelen. En als je dat hebt, gaat niks je breken. Dat, dat weet ik gewoon. Dat is gewoon street mentality. Ja, een beetje wel. Ups, down, ups, downs. En uh, ja, in social media word je altijd gelinkt. Word je er niet moe van eigenlijk? Dat je altijd gelinkt wordt aan verschillende mannen. Als jij een foto gaat met ja, een man. Ja, ik vind echt. Uh, ik zweer nu het je, Veldijk, no Ik weet niks van Ik voetballen. wil het even hardop zeggen. Like, ja. Mijn dating life is echt a different breed of. Mensen vinden dit interessant. Iedereen date, snap je? Ik wil dat even hardop zeggen. Ja, zeg het, maar als ik gewoon, ja, maar echt. Als ik een keer op een date ga met iemand. betekent niet dat dat mijn vriend is. Dat betekent niet dat wij samen het bed hebben gedeeld. Mensen zijn daar zo, ja. zo makkelijk in om dat gelijk op te gooien. Wow, chillax gewoon. Ja, ja. Doe rustig. Ja. Nee, want ik, zoals, kijk, ik ben niet van de rollen, hè? Het nee, nee, nee. mij zelf. Ja, het is dus, echt heftig. Nee, ik weet het echt. Ik wel, ik Wist wel. je dat ze mij hebben gevraagd om de bachelorette te worden? Oh, wow, serieus. Ja, echt, serieus, hebben ze echt gedaan? En wat zei je toen? Nee. Uh, fuck no. Nee, niet fuck no, maar it's just not for oh. me. Maar er is gevraagd of ik interesse had om de bachelorette te Oh, wow. Ja. Ik moest gewoon zeggen, how big is the bag? Nou, <laughs> nou, weet je, ik wil altijd sowieso wel dingen doen die zeg maar echt in mijn. Uh, je weet toch, ja. in mijn vaarwater zitten en waar ik ook echt voor mezelf achter sta. En ik, ik vind dat gewoon moeilijk. Ja. Ik vind iemand leren kennen, wil ik anders. Doe ik altijd anders. Snap je? Ja. Dus, uh... Maar hoe versiert een guy jou? Want ik weet dat heel veel mensen ook dit wow, kijken. Oh, met nee. humor kom je echt, echt? ver. Voor wie het ja, maar... ja, Nee, nee, echt. Ja. Van... 100%. Ik vind humor zo belangrijk. Maar zal je met een, zal je met een Pete Davidson-achtige gast kunnen gaan? Oh my God, het is zo so eng dat je dit zegt. Gisteren heb ja? ik een TikTok gemaakt. Ja? En dan was het zeg maar, would you rather? En dan moet je met je hoofd naar links of naar rechts voor de persoon die jij dan uh, kiest. Ja. En uh, het begon met Tom Hardy. En van Tom Hardy gingen ze naar Pete Davidson. Ja. En uh, mensen waren ook gelijk weer in de comments. Oh my God, omdat Kim Kardashian met Pete Davidson. Nee, nee. Pete Davidson is actually. Very fucking funny. Ja, maar is dat echt een ding voor een vrouw? Dus als iemand... Voor mij wel. Okay, als okay. ik voor mezelf spreek, okay. wel. Ja, okay. 100%. procent. Echt? echt waar. Ja, nee, echt. Als, als je humor hebt, heb je echt al voor mij 70% in de bag. Oké, okay. heel veel mensen vinden Een vlotte je... babbel en humor. Vlotte babbel en humor. Ja, Oké, okay. ja, ja. ik zie nu gasten gelijk. <laughs> yo, nee, yo. <laughs> maar those two, those two combined. Ja. Ja. ja, en ik moet je eerlijk zeggen, zeg maar, ik ben wel echt van energie. Dus als je dat in real life hebt en je komt echt, je weet toch? Ja. ja. Je komt op me, soort van... Ja. Wij gaan op date, okay. Zo? Dan, nou, dan, kan ik, dan kan ik wel zo. is een beetje okay. zweverig geworden. Nee, ik vind dat wel heel belangrijk. Oké, okay, wat er zijn nog doen. meer elementen. De, de ambitieus. De... Ambitieus. Zeer, ja. Okay. ja. Een ambitieuze grappen maken die goede vibes brengen. Ja, dus oftewel een Kevin Hart he, in, in oh, ja. de making kan ook gewoon. Ja ja, maar dat hoor nee. je vaker. Dat vrouwen de humor heel belangrijk vinden. Maar, maar wat vind je qua uh, persoonlijkheid nog meer? Heeft die, moet hij ook moet een family person zijn? I would love to. Oké. Okay. Maar het hoeft niet per se. Ik bedoel, hij het hoeft niet een hele loving. Hij hoeft niet van een per se hele loving family te komen om een family person te zijn. Ja. Um, nee, ik vind een ambitieuze man vind ik belangrijk. Ik vind een, uh, een liefdevolle man vind ik belangrijk. Ja. Een beetje de, de clichés van vroeger. Dat, ja. Weet je, daar de... Ben je een hopelessly romantic? Ja, dat is waar. Ja? Oh, het is maar dat lijkt me zielig. ook zo moeilijk, want als je bijvoorbeeld... Als nee, je at this point it's pathetic. Ja. Het is gewoon, ja, ik blijf er ook <laughs> in geloven. Ja, het is echt zo. Ik blijf er ook gewoon in geloven. Maar het is ook belangrijk om erin te blijven geloven. Ja. Want als je niet gelooft, dat is when everything stops. Maar dus... ik geloof ook dat kinderen je, je echte liefde geven. Snap je? Oké. Okay. Dus ik, ik ben nu meer... Weet je, ik ben nu ook 28. Ik denk van... I dated, it. Je weet toch? Ik, ja. ik, ik ga dat niet onder stoelen of bank steken. Ja. Ik, ik, iedereen deed. Ja. Snap je? Ja. Um, en ik begin steeds meer te realiseren. Kijk, ik ben heel content alleen. Super content okay. alleen. Ja. Snap je? Dus ik kan echt thuis zitten, heel de dag en gewoon met mezelf chillen in mijn ja. hoofd. Ik kan tegen mezelf praten. Ik kan in de spiegel kijken en ik kan iets tegen mezelf zeggen. Weet ja. je een opmerking? Ja. Maakt me niet per se gek, maar maakt me gewoon heel comfortabel. Met mezelf. Ja. Um, dus hoe langer ik alleen blijf, hoe lastiger het ook voor mij is om oh, ja. iemand bijvoorbeeld te vinden en dan het te accepteren. Snap je? Want ik denk bij mezelf: ja, one strike you're out. Ja, ja we gaan zo meteen verder met het interview. Eerst even mededeling. Vergeet natuurlijk niet te liken, te subscriben en te supporten. We gaan even dikke shout-out geven aan winkelstraat.nl, de sponsor van vandaag. Dus als je bij jezelf denkt, ik ben op zoek naar luxury stuff, mooie kleding en ik wil een grote collectie aan luxury brands. Ga naar winkelstraat.nl, daar vind je alles. Al die winkels zijn met elkaar connected. Het is een groot platform, één van de grootste. Alle sales ga je daar vinden. En ze regelen snel, ze regelen je snel. Ze laten het lukken. Vandaag besteld, morgen in huis. Go check it out, winkelstraat.nl. Nu gaan we even terug naar het interview. Real talk, Andolix. Maar met de relaties is het vaak, je moet goed vallen voordat je zeg maar... Um weet wat je wil in een relatie, True. snap je? En of dat nou op persoonlijk vlak vallen is of in een relatie vallen, ja. um, dat zorgt wel voor groei, zodat je die droom, droom zeker. kan creëren, zeker. snap je? Maar we moeten dus, wel beseffen dat perfectie niet bestaat. Ne, nou, streven naar perfectie bestaat wel. Zeker, zeker. Ja. Maar, maar we moeten beseffen dat perfectie niet bestaat, maar het streven moet je houden. Maar ik vind dat streven naar perfectie is perfectie voor ieder individu. Want ja. dat geeft jouw beeld van hoe jij perfect ziet. Ja. Geeft dat Weer, snap ja, je? En maar hoe... ons perfecte beeld moet wel overeen komen. Want als jij bijvoorbeeld denkt van... Perfect is bijvoorbeeld voor jou in een mooi huis wonen. En voor mij is perfect zijn in een klein huis wonen. Met, weet ik voor mijn familie. Nee, ja, met... maar dat, ik vind dat dat meer ambities zijn. Ja. Snap je? Uh, ik vind perfectie, dat dat... Um, althans, ik wil dat heel graag in vorm van karakter zien bij iemand. Ja. Snap je? En in een groot huis wonen of in een mooie auto rijden. Dat zijn voor mij ambitieuze dingen. En dat ja. is gewoon keihard werken. Ja. Punt. Ja. Tenzij je met de gouden lepel in je bek bent opgegroeid. Nou, ja, dan, uh... Maar zou je met een guy kunnen zijn die, die heel grappig is... en good vibes heeft en al dat soort dingetjes... maar die niet, zeg maar, heeft? is de fiets. Ja, die gewoon op de fiets. Want ik denk, ik denk, zeg maar... Ja, ik wil ook fietsen vaker. Ik vroeg okay. laatst nog. Ja, ja, ja okay. zeker wel. Nee, nee, even serieus. <laughs> wat je me nu vraagt... Kan die guy op de nee. fiets jou regelen? <laughs> als hij... Als en hij, als heeft hij... Geen, hij heeft geen... Ik, hij... Maar wat doet hij dan in zijn leven? Nou, oké, okay, wat hij doet. Ik ga even een beeld schetsen. Uh, hij, uh, hij heeft gewoon een normale... Kantoorbaan. Nine to five. Nine to five. Doet ze ding. Altijd op tijd. Kookt voor je. Is lief voor je. Dan kan ik al van hem leren. Als jij tegen mij zegt. Altijd op tijd. Ja. En like. Cookt voor me en stuff. Ja. Like. Oh my god. Dan maar kan ik al. Maar hij kan ook... niet bijvoorbeeld. Om het even op vlak te zetten. Hij kan niet bijvoorbeeld. Iets van Celine. Of een, of een gekke bagger voor maar je Maar ik kopen. kan het voor mijzelf weet kopen. Weet ik, weet ik, weet ik. Maar als een man zijn, zou je het graag willen. Snap je Ja, maar kijk. Je hebt genoeg mannen, Fernando. Die ja. kunnen alles kopen voor hun vrouw. En inhoudelijk is het shit. Okay. Letterlijk shit gewoon. Ja. Dus. Waarom zou je dat willen? Oké. Okay. Snap je? Waarom de fuck zou je dat willen? Ja. Alleen maar omdat je wordt overladen met cadeautjes. Dat is wel super oppervlakkig. Oké, okay, oké. Okay. Nee, nee, maar dat is dood. Want ik denk, ik denk, nou, maar ik denk dat mensen nee. die oppervlakkig kijken... Ja, maar dan ben je ja. gewoon, dan noem ik jou gewoon niks gewend. Ja. Snap je? Dan ben jij geschrokken van een tasje en een schoentje. En ja. dan vind je dat leuk om te krijgen. Ja. Maar kan jij dat ook voor hem halen dan? Weet je wat het is? Mensen moeten even stoppen met dingen van mensen verwachten... wat ze zichzelf niet kunnen geven. Ik fok daar echt niet mee. Oké. Okay. Dus het is leuk als je een cadeautje van je partner krijgt. Maar als ik hoor dat mijn vriendin bijvoorbeeld een mooie, een mooie auto bij wijze yeah, van heeft gekregen... Yeah, yeah. en ik heb dat niet gekregen van, van mijn partner... dan denk ik echt niet, oh my god, waarom kan mijn partner dat niet halen, snap je? Yeah. Ik vind, als jij voor jezelf dingen kan halen, dan moet je... dan is het heel leuk als je dat van je partner krijgt. Yeah. Maar als jij dat voor jezelf niet kan halen en je bent stoer aan het doen, zowel man als <laughs> ja, vrouw, ja, ja. sorry. Ja. But get your life together. Ja, 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 sorry, ik vind dat echt raar. Ja. Nee, maar, maar ik, voel, ik voel je, dat is raar. is raar. je wist gelijk. Ik dacht even opgooien, kijken of je het weet. Dat <laughs> is raar. Nee, maar ik, ik, ik vind het ook heel belangrijk, daarom vind ik het ook belangrijk om dat ook even te stellen. Want zeg maar, I don't. I don't give a fuck wat iemand heeft. Ik kijk altijd wie ben ik. Ik wil kijken wat je hart zegt. Snap je? Af, af, dat is iets wat ook bij de eindstreep van gewoon... zowel vriendschappen als ja. relaties, als familiebanden... wat jou connect met mensen, ja. snap je? En materie die doet dat niet. Nee. Dus um, ja, als je het mij vraagt, een jongen op de fiets of uh, whatever... Die kan, mij wel, die kan mij fixen. Alleen ik vind wel ambities... Maakt niet uit in, in wat je doet, vind ik gewoon wel belangrijk. heel belangrijk. Dus alle boys. <laughs> you <got> <laughs> If you got jokes. If you got jokes. Als je goed kan connecten, die energy is in real life yeah. ook goed en je hebt ambitie. Hey! Yeah, then, then you might be the one. Nou, ik, ik vind het wel een goeie eigenlijk, want ik vind wel dat er heel veel vooroordelen ook is op, ten opzichte van mensen die eruit zien zoals jij, look good, en, en als je op je Instagram kijkt, wat je net zegt, van, ja, je, zie je ziet Ja, zie je allemaal dure Ja, 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 Die denkt, ik weet niet waar. Ja, maar je We moet, niet. like, I can do that for myself. Ja, maar dat is mooi, nee, maar dat is mooi. Want ja. het is, je moet niet, wat je zegt, van je moet niet in een situatie zitten dat je verwacht dat een ander voor je doet wat nee. jij voor jezelf doet. En ik denk dat veel mensen dat misschien niet bij jou denken, of van wie dan ook. Want ik merk als ik veel verhalen lees over bekende celebrities, jij of whoever in het buitenland, dat dus ze altijd denken van oh, they only date rich people, basketball players, baseball players. I would love to only date like ambitious people. Ik vind okay. dat, uh, en ambitious maakt je al rijk, hè. Misschien niet per se in financiën, maar wel met wilskracht. Zeker. En dat brengt je echt ver in het leven. Zeker, karakter is alles. Ja. Ik, uh, ik, ik leer mijn zoon ook. Kan niet bestaan, niet. Als het denkbaar is, is het mogelijk. Yes. Later, denk, ja, pa. Ze glijst daar. Maar ook the way you carry yourself en hoe je met mensen omgaat. Kijk, ja. ik zeg je eerlijk: als iemand geld heeft en uh, hij ziet er goed uit en kleedt zich goed, maar ik zie dat hij fucking gemeen doet tegen bijvoorbeeld een Ober. Ja. Uw, gewoon. Ja, wow. like, <laughs> You are trash bijna, Tammy. Ik kan, ik can't, gewoon. Ja, 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 ja. Oh, ik moet echt bijna overgeven, Dan. Dan denk ik: oké, okay, jij gaat na deze date ook niks meer van mij horen, snap je? <laughs> Go nee, show, Ja, missen. maar het is, het, is, het is wel echt zo. Zo kijk ik er wel naar. Ja, 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 ja. ja. Ik, vind gewoon, ik vind het belangrijk dat jij mensen behandelt, hoe jij behandeld wil worden. Ja. Geef altijd alles wat jij zelf wil ontvangen. Zeker. Verwacht niets. En um, aan de hand daarvan denk ik dat je goede, goede connecties kan leggen met ja. mensen. En heb je ook een planning voor jezelf wanneer je ongeveer aan kinderen wil beginnen? Ik zie jou wel als een mama. Weet je dat echt veel mensen? dat zeggen? Oh, sorry. Ja, ik weet. het Maar ik, dat is het gevoel, begon dus... bij jou als ik jou zie. Ja, ik die is... kleine van Vadim, dan zie ik jou een beetje spelen. Ja, ik hou ik... echt van dat kind. Ja, dat wow. zie ik gewoon. Ja. Het is echt mijn dochter. Gewoon. Ja. Uh, ja. Ik zie dat stoeien met elkaar. Internet explodeerde toen je haar een tikje... Dat vond ik de raarste. Nee, maar wat was ever. dat gewoon? Wow. Sowieso was mijn hand, ik wil dat even clarifieren. Echt waar, sowieso was mijn hand was hol. Ja. Snap je? dus? Het is, ik, ik kan jou zo slaan of ik kan jou zo slaan. Het ja. is, is, is dezelfde kracht. Alleen omdat mijn hand hol is, hoor je die klap gewoon. Hoor je die tik? Was het eens een klap, was het ja. een tik? Ja. Uh, hoor je dat meer? En mensen horen like, ja... Oh, als jij mijn kinderen zou aanraken, ik maak je af. I was like, nobody is trying to touch your child. Niemand wil jouw kind aanraken. Doe kalm, doe rustig. Like, weet je, ja, ik, echt... denk, ik heb gelijk met Vadim gecommuniceerd nadat ik, dacht dat dat, dat, nadat ik zag dat dat zo viraal ging. Weet je, ja. zei ik, joh, je, vind je dat erg? Um, jij zat erbij. Jij weet dat dat absoluut niet zo hard was. En Vadim was like, nee, tuurlijk niet. Ik, ik, ik weet toch hoe jij en Alaya met elkaar zijn. Ja. Dus. Uh, maar nu voortaan denk ik, oké, okay, dus blijkbaar als je zoveel azijnpissers hebt, uh, ja, ja. dan zal ik dat ook gewoon niet posten. Snap je? Ja. Dan, dan waarborg ik dat gewoon meer. Like, uh, ja, met... ja, ik vond het echt wel heel erg ja, overdreven. Ik, ik, vind, ik ben ook weer iemand van: if she hits me, I'm gonna hit her. Back. Dat zei je ook in het filmpje. Niet met, uh, ja. Ja, ja. Maar ik meen dat ook echt. Ja. Niet met mijn kracht natuurlijk, maar als jij mij een tikje geeft, krijg je een tikje van mij. Ja. Als, jij het, als, als jij het niet leuk vindt, vind ik het ook niet leuk. Ja. Snap je? Dus ik vind dat je dat wel kindjes moet aanleren. Maar ik zie mezelf wel echt als mama. Ja toch mama? Heb je al een planning? 1, twee, drie, vier? I would love to have two. Okay, een jongen en een yeah. meisje zou ik echt... echt. Uh, Inshallah, ja. Inshallah. Ja. ja. Nee, daar zou ik echt... Daar leef ik voor. Dat is jouw... Uh, hoe heet het? Dat dus, is echt mijn je... einddoel in life is superman worden. Als, okay. ik, uh, ik, uh, als ik zeg maar, een, je weet toch, soms maak je zeg maar zo'n doelending voor jezelf. Ja. En dan zet je in het midden wat je wil. Ja. En dan aan de hand daarvan schrijf je, oké, okay, maar like, what would make me that? Snap je? En ik had dan Superman. Oh, en dan, uh. dan ambitieus, ondernemend, uh, betrokken. Bij het opvoeden van mijn kids, uh, ze alles kunnen geven. Wat, wat ik misschien zelf niet had vroeger, snap ja, je? Ja. Dus dan ga ik, en dat schrijf ik dan elke keer iets meer uit, en iets meer uit, en ja. iets meer uit. Maar uh, nee, moeder, zijn. Uh, I would dat's, love dat's that. Een, yeah. Ja, ik zie het wel gebeuren. Twee, drie, vier jaar. Ja? Yeah? Ja, ik denk het. Ik heb me meestal goed met dat soort dingen. Twee, drie, vier. Ik hou je. Ja, ik deed deze dingen gaan we vastleggen. Snap je? En dan komt die volgende Real Talk. Ja. Zegt, ja, ik heb twee kids. Nee, de volgende Real Talk. Uh, ja, toch? Ja, gaan we kijken. Ik of zie me gelijk zit... stralen als je het erover hebt. Want ja. je ziet het, Weet het... je wat het is? Ik heb het idee dat kids. Um, kijk, ik heb altijd gezegd: ik wil een bewuste mama zijn. Kijk, een kind maken is. Is makkelijk, ja. snap je? Maar een kind opvoeden is iets anders. Ja. En um, ik moest. Je moet eigenlijk eerst zodanig aan jezelf werken, vond ik. Dus ik moet echt aan mezelf werken. Wil ik een, een, een gezonde verstandshouding hebben tussen mij en mijn kind? Ja. Wil ik duidelijke grenzen kunnen aangeven? Wil ik goed kunnen communiceren? Like alles wat ik een beetje miste, maar tegelijkertijd ook had. Ja. Ik wil daar een goede balans in creëren. Ja. Snap je? Ik wil niet alleen liefde geven als ik bijvoorbeeld boos of streng ben geweest tegen mijn kind. Ik ja. wil altijd liefde geven. Ja, maar ik wil ook duidelijk zijn in, in wat de grenzen zijn en zo dus. Ja, dat is moeilijk hoor ouder zijn ik bedoel ja uh, het is ik, ik ben me soms je En denk ik nee, het is te veel oh nee weet niet en dan maar ik geef wel heel veel liefde hoor ik zeg ook tegen papa had heel van je, ja, weet ik. Ja. En denk ik denk, oké, okay, je wordt geïrriteerd. Oké, okay, je vindt irritant. Ja, dan dan ik morgen het heel krijg vaak je het kort. weer, te horen. Morgen dus weer. Al zeg, al ik, ik, zeg ik, duizend kusjes. Dan zegt hij, nee. En dan ga ik achter hem aanrennen. Dan ga ik hem optillen en ja. kusjes geven. Ik kan echt niet wachten. Ik maar... wil dat hij dat herinnert. Snap ik? Ik bedoel, ik wil ten alle tijde. Maar je los... doet het ook in, in de formatie van zijn blueprint. Snap ja. je? En dat is heel belangrijk. Ja, ik ken het niet. Mijn vader heeft nooit een heeft nooit ja. kus. Ik, ik besefte het een keer dat ik zei tegen mijn moeder: van Mam, mijn vader heeft nooit gezegd. Je is zegt mijn moeder: Laat hem. Ik ben je vader en je moeder. Ja, mijn ja, moeder is uh, die. Ja, mijn je moeder niet, is he? die ook, toevallig. Ja, ja, ja. ja, ja maar maar het, is, het is soms voor een kind ook juist confronterend. van als je van de ene iets wel hebt gehad, van de andere weer niet. dan heb je toch vraagtekens. Dat heeft mij mijn brandstof gegeven. Dus wanneer iemand tegen mij zegt: Je kan niet. <laughs> I'm show you. It's exactly what I said. Ja, dus dat is, daarom ja. herken ik dat. Dat is een soort brandstof. Ja. En het stopt niet. Nee. Maar soms het, het put je soms wel uit. Want je wilt elke keer vechten, maar soms wil je niet vechten. Ja, soms, soms wil je, wil je gewoon lechten. leven. Ja. Wil je gewoon chillen? Ja, maar het ja. vechten. We know this, man. We ja. kunnen gewoon rustig. Calm. Good vibes, chillings. We hebben nog een paar uh, kijkersvragen. Ja, we gaan lekker, hoor. Ik zeg eens, joh, we takken gewoon. Dat gaat snel, <laughs> jongen. Dat gaat snel. Vergeet niet te abonneren, te liken, te subscriben. Jongen, als je kunt, gewoon, gewoon. Voel, voel die vibes, voel die vibes. Uh, ik zie hier zo'n vraag. Uh, nou, dat is hard wel. Wat voor type man zoek je en wat is de grootste afknapper? Oh, grootste afknapper hebben we nog niet gehad. De grootste afknapper is iemand die brutaal is. En als we dan op, op fysieke afknappers ja? iets moeten meten. Ik kijk altijd naar de nagels van een man. Ja. Naar de tenen van een man. Oeh. Naar zijn tanden. Oh ja. Gepoetst. Snap je? <laughs> Moet schoon zijn. Ik hoef heel geen tandsteen. Maar, Go to your doctor's appointment what? twee keer per jaar, alleen om het schoon te krijgen. En ik kijk altijd in zijn oor. En... Dan, hoe ga je niet Ja, niet... ja oké, okay, maar ik ga het je uitleggen dat ik dat doe. Vroeger altijd. En dan als ik dan ergens zat, dan ging ik naar achter en dan ging ik grapen. En dan keek ik zo. En dan zag, had ik iemand side profile, En dan keek ik of zijn oren gewoon schoon waren. Ik vind hygiëne zo belangrijk. Laten we dat erbij zetten. Als wat ik vind Hygiëne belangrijk, ja. kijk in zijn oren. Hey, die, die heb ik nee, nooit gehoord. Ja, yeah, ik. Like, oh, maar zijn voeten daar. Want als zijn voeten. Als, ja, je hoeft geen mooie voeten te hebben. Ik heb yeah. geen voetvetters of zo. Maar ik vind uh, schone voeten vind ik belangrijk. Oké. Okay. Maak je hielen af en toe scrubsen. <laughs> nee, echt. Ja, ja, ja. Ik vind dat echt ook. Een uh, man die naar een manicure pedicure gaat, I applaud. Ja, ja, ja. ja, Echt, ja. Take ja. care of yourself, ja. Habibi. Je hoort het, hè, Habibi. Gewoon ja. nagels, tanden, tandsteen. Dus geen tandsteen Nee, hier. geen tandsteen. <laughs> ik wil gewoon poets je tanden elke dag. <laughs> Twee keer per dag, ja. tenminste. <laughs> ja, ik vind het heel bang. Hoor. Oh mijn god, poets je tanden elke dag. Uh, voor een vraag. Uh, hoe ga je om met de vele haatcommons? Um, to be honest. Als het haat is, wat echt gewoon gemeen is naar ja. mij toe, dan ja. uh, schuif ik het weg. Ja. Maar als het haat is, maar het heeft een jasje van opbouwende kritiek, dan kijk ik ernaar. Ik verwijder je comment wel. En dan ja. denk ik: oké, okay, misschien heb je wel gelijk, ja. maar verwoord je het niet zo goed. But I get what you're saying. Okay. Dus ik kan heel goed um, filteren en dan bepalen wat. Van is Heb je wel, je wel eens iets niet... opbouwers kunnen halen uit een haatcomment? Of die verkeerd verwoord was, dat je dacht, oh eigenlijk? Ja, dat is gewoon met scheldwoorden, maar wel dan <laughs> krijg ik hetzelfde bericht, maar super opbouwend en dan ja. privé van iemand. En ja. dan denk ik, oh, dit bedoel je. You... Je weet toch? You thought you ate, but you didn't. Maar ja. is goed, ik ja. volg haar advies liever dan jouw advies. Ja. But I hope God saves you and that you don't. <laughs> Beter you. kan vertalen. Ja. Slechtste aankoop ooit. Slechtste aankoop ooit. Moet dat per se duur zijn? Nee, gewoon. Het kan ook duur, duur en, en niet duur. Oké, okay, niet duur was een paar schoenen waar ik zo gierig voor was toen ik op de middelbare school zat. Yeah. Um, ze waren niet duur, het was vijf, 15 euro of zo, maar ik vond ze zo mooi. Yeah. En het, ze waren twee maten te groot en ik heb ze nooit aangedaan. Dus oh shit. Dat is iets wat ik me echt kan herinneren. Yeah. En dan voor duur, hoe ouder ik word, hoe, hoe vaker ik denk van ja, like very, very expensive shit is dat nu allemaal wel nodig? Ja. Snap je? Dus um, ik zou als advies willen geven: investeer je geld gewoon goed. Ja. En materie is echt oprecht niet alles. Dus uh, ja, slechte aankoop. Hm. Heb iets geks een keer voor jezelf gezegd? Dit ging te ver met deze man. Uh, dat het duur was wel, maar ja. niet dat ik per se spijt had ervan. Ik ben iemand altijd die weet wat ze koopt. Hè. Ja, wat... Ik koop niet zo, ik ben een online girl. Ik winkel ja. online. Ik ga niet zomaar naar winkels en dan dat ik van alles haal. Ja. Uh, dus ik weet eigenlijk altijd wel wat ik koop, Fernando. Oké, okay. oké. Okay. Ja, dus wat was, was het hele gekke wat je toen kocht? Het, dure, het duurste wat ik voor mezelf ja. heb gekocht is een klokje. Een klokje, oké. Okay. Ja. Dat mag. Ja, ja toch? Ja, nee, dat mag, toch? Ja, ja, ja. Het ja, is Zeker. gewoon verlaten, toch? Voor de kids. Voor één kind en dan voor die andere ja. ook. Ja. klopt. <laughs> ja. ja, toch, dat mag Moi, jongen. Super. Leef je uit, man. Je hebt toch zelf voor gewerkt? Ja. Uh, ik zie hier zo nog twee vragen. Even plannen voor de toekomst. Ja, volgens mij gewoon in in je mode-empire toch? Ja, ook wel, maar ik, ik vind uh, op tv dingen doen, vind ik ook wel okay, echt leuk. Omdat ik, nou, ik weet niet zozeer presenteren, maar omdat we het net hadden dat ik mezelf wel als persoonlijkheid zie. Ja. I would love to be on tv, man. Unless, you need me on TV. je tv. Meer op tv, niet voor de en Red, maar iets anders. Oké? Okay? Ja. Oké, okay, dan weet ze dat bij deze. En misschien wel presenteren, maar wel iets wat, wat wel in mijn vaarwater past. Maar wat zou je wat zij willen presenteren? Uh, wat, wat nu speelt of draait? weet ik nog niet. Ik moet dan vaker tv gaan kijken, heb ik het idee. ook. Want ik kijk niet zoveel tv. Ja. Nee, zeg maar maar uh, ik, weet, ik zou daar wel even over willen nadenken hoor. Maar als ik iets vind en zie uh, waar ik affiniteit mee heb, dan ben ik de eerste die uh, aan een belletje gaat ja. trekken. Ja, zeker wel. Maar zeg je, zeg je vaker nee tegen programma's en concepten? Hm. Jawel. Als je iets niet voelt, zeg je nee. Nee, ik, ik, ik vind dat zo moeilijk. Want weet je wat het is? Als ik het niet voel, dan kan ik niet mezelf zijn. Okay. Als ik niet mezelf kan zijn, dan weet ik al oh, dat dit geheid fout gaat. En ja, dat ja. het echt... Ja. Oh, dat gaat niet goed komen. Ja. Snap je? Dus dan ja. liever niet. We hebben nog... Uh, Wie je grootste inspiratiebron? Behalve je moeder. Um, onze profeet in islam. Sowieso. Uh, maar ik weet dat jij iets commerciëlers wil. Nee, ik hoef niets commerciëlers. Niet, oh. Vertel wat je wil vertellen. De manier en de goedheid... waarop de profeet Mohammed... vreedzaam zijn met hem heeft uh, geleefd... Ja. is iets waar wij alle een voorbeeld aan kunnen nemen. Um, de liefdadigheid die hij in zijn hart had... is iets waar wij ook... waar wij allemaal een voorbeeld aan kunnen nemen. Ja. En uh, als wij daar vaker zouden kijken... dan zouden wij ook niet zo haatdragend zijn naar elkaar. En als je als ik iemand moet aanwijzen op basis van powervrouw, die uh, ik applaudisseer, dan Rihanna. oh wow. Groot contrast. Van profeet naar Rihanna, but uh, I, uh, I love me some Rihanna. En ja. okay. waarom Rihanna? My... Is ik moet you? niet huilen om Rihanna hoor. Ik okay. moet huilen om ons profeet. Yeah, nee, nee, dus met hem. Yeah. Ja, nee, maar... Uh, Rihanna, omdat zij... Uh... She, she's a baddie, snap je? Yeah. Zij is gewoon lekker zichzelf. Ze heeft Zichzelf nooit voor iemand verandert. Ja. Ik heb Ik het idee. Uh, ze kleedt zich altijd goed. Riri is like casual streetwear, but like high-end. Ja. Um, en ze is onlangs mama geworden. Ja. Weet je, nadat ze zoveel succelle, successen uh, ondernemend heeft behaald. Ja, like, I only applaud that. Ja. Ja. Ik weet, nog dat ik met haar in een hotel zat toen ze 18 was. Ja. Is op die manier, hoor. Maar ik was aan het interviewen. Sharon Till nee. Hey! Nee, Hé! <laughs> mag <mogen> altijd never <laughs> Ik dan. zou nog niks zeggen. Ik zou niks zeggen. Hij doet het ja. Nee, nee, nee. Maar Sire is niks gebeurd. Maar gewoon, ik weet nog dat ik toen haar ging interviewen. Dat is de Pond Replay. En toen hadden zo veel mensen. Maar oh, toen, was toen hadden... ze ook met punk uh, meedeed. Wist je nog? Ja, toen ze echt ja. een kutje ja, haalde. Ja. Geen die periode. Dus, ja, ja, ik ja. Had, uh, dus toen had ik haar met een lang haar. De dus foto zat volgens mij nog echt op mijn Instagram. Maar, uh, oh, maar ga ja, ik we ben ook scrollen. heel trots op haar, de Island Girl. Heerlijk? Ja. Snap je? Ik kan dat alleen op pladen. En ze heeft maar 15% van Fenty, hè? Maar 15% is van haar, en zij is al miljardair. Ja, maar het is de slimste Moe movie je... ooit gedaan. Snap je? Maar dus jij wordt een soort Fenty. Uh... Nou, uh, ik... Maybe different, but like I would, ik ambieer om. om... Zodanig mijn identiteit te hebben. dat als iets gelinieerd wordt aan mij. dat het hopelijk succesvol is. Ja. Dus zo kijk ik naar Rihanna. Ja. En wat vind je van die nieuwe look van. Uh, van bijvoorbeeld Kim Kardashian? Want in het begin was zij heel erg. vol. Ja, weet je wat het. En nu is? gaat ze weer naar dun. en dan lijkt er oh, ze alles ja. eruit. Wat vind je daarvan, van die ontwikkeling? Want... Kijk, ik vind sowieso dat hun een beeld creëren. wat niet haalbaar is voor de gewone vrouw. Snap je? Dat het is gewoon. Hun hebben alles tot hun. Uh, alle middelen hebben hun tot hun. Uh, kunnen zij zich toe eigenen Dus denk aan. Uh, ik hoorde laatst, ik zie overal op TikTok dat hun nu van die glucose prikken doen, van die diabetes prikken, zodat hun eetlust minder worden, waardoor wow. ze dus zo dun worden, wat jij wow. net zegt. Ja. Um, uh, like I feel like their era begint een beetje over te raken. Ja. Snap je? Mensen willen wat normalere dingen. Like, we get it. You are multi rich ja. Je kan je goed kleden, je bent een knappe vrouw, um, maar je merkt dat mensen en dat zag ik laatst ook op TikTok dat dat een beetje gewoon klaar is. Ja. Want de meeste mensen zijn niet zo. Ja, ja. ja maar dat is ook moeilijk, hè? Want weet je, we worden ook gek gemaakt als wuf, veel jonge meiden ook met uh, cosmetische ingrepen. Hoe kijk jij daarna? De... Ik ben van mening dat jij alles moet doen wat jou gelukkig maakt. Ja. Draag gewoon niet door. Snap je niet? Omdat mensen zeggen dat de grote reet mooi is en belangrijk. Dat jij denkt van, the bigger the ass, the bigger the personality per se. Ja. Dus uh, weet je, ik ben gewoon van mening. like If you really want to do it, think about it. Twice, drie keer, vier keer. En als jij echt gelukkiger daarvan wordt. Wie ben ik om nee tegen jou te zeggen? Snap je? Ja. Draai gewoon niet door daarin. Heb jij zelf ook... Uh, dat... Wat? Gesleuteld? tweakie. Nee, ik, ik heb mijn neus gedaan. Ik ben okay. daar ook gewoon heel eerlijk in geweest. Ik heb mijn borsten verkleind. Daar ja. ben ik ook eerlijk in geweest. Dus uh, ik heb ook wel iets laten doen. Ja. Iets. Ja, en ik dat vind was... dat gewoon, uh, als, ik, als ik dat wil doen, dan doe ik dat. is jouw lichaam. Ja. ja. Ik heb vaak uh, erover nagedacht. Kijk, met, met mijn borsten was het wel echt medisch. Want mijn moeder heeft een borstverkleiding gehad, mijn zus ja. heeft een borstverkleining gehad. Uh, ik wou er niet aan toegeven totdat ik echt merkte, ik begon echt. Zo, ten... Je krijgt last van je rug ook, knapje. hè? En ja, en nu denk ik, wow, well, it's the best choice I could have made for myself. Ja. En uh, met mijn neus was het heel erg dat, dat ik uh, altijd zei, ja, maar ik wil het eigenlijk niet doen. Ja. En um, ja, eerlijk, ik merkte dat ik heel vaak fillers deed. En I don't fuck with fillers anymore. Okay. Uh, op de manier waarop ik dat toen deed. En dat heeft ook best wel veel verpest. weet je. je het gaat toch zitten tussen je kraakbeen, tussen je botten. En het, het verschuift. Dus op een gegeven moment was mijn neusvorm ook niet meer de neus die ik daarvoor had. Dus Door die fillers ging je nog een oh, beetje verschuiven. Oh ja. Alles ging verschuiven en ik dacht echt, waar ben ik mee bezig? En toen dacht ik, ja, weet je wat, als je het echt niet mooi vindt, weet je, dan. Dan doe er wat aan. En toen heb ik echt een hele goede arts gevonden in Nederland. Bart Stubanitski, Wil ik echt nog even zeggen. Bart, what's up, what's because Bart, I, you really changed my life. Yeah. En uh, ik ben gewoon voor iets natuurlijks gegaan en niet te klein. niet, Je weet toch? Ja. Yeah. Te tweaked. Dus uh, ja, het heeft me echt gelukkig gemaakt bij de decisions. So, I feel like if it makes you happy, do whatever. Yeah. Maar ik ben ook van mening like, je bent ook mooi zoals je bent. Ja. En je moet ook niet vergeten dat ik, ik moet dat er wel even bij zeggen voor de jonge meiden die kijken. Ik sta wel een beetje in de spotlight, snap je? Dus als ik, uh, soms zie ik bepaalde onzekerheden niet eens. en dan kaarten mensen dat aan. en dan denk ik, wow, ik wist niet dat jullie daar zo naar keken, snap je? Of dan vind ik al bepaalde dingen over mezelf. dan gooi ik dat op, een onzekerheid. en dan wordt daar zo op aangehaakt dat ik echt ervan schrik. en dan wordt die onzekerheid alleen maar groter, snap je? Maar groot genoeg dat je ook dat wil veranderen. Wel apparently met mijn neus wel okay. op een gegeven moment, ja. Oké. Okay. Snap je? Dus ik, ik, ik wil wel gewoon heel erg duidelijk maken dat zij niet bepalen, en ik ook niet bepaal, wat de standaard is ja. van schoonheid. Ja. Absoluut niet. Dat doet iedereen voor zichzelf, individueel. Um, en dat je daar gewoon goed over moet nadenken. Ja. Mooie en woorden. En niet alles klakkeloos moet overnemen. Mooie woorden. Ja. Nee, ik wil je gewoon een dikke shout-out geven. Voor je openhartigheid. Real talk. Thanks. Je bent altijd welkom als ik je. Vond, ja, als ik een kind krijg, hè? Je, je hebt de voor het kind, tijdens het Drie, vier jaar. proces, de, de de evolving date met We die grappige kill. Ja, die ja. Piet Davidson. Ik weet niet wie je bent, bro, ja. maar ze grappig met een Piet Davidson. Oh, daar wil ik even iets over oh, okay, zeggen, okay, okay, want yeah. ik was helemaal nog niet klaar met mijn nee, Piet Davidson-verhaal. Yeah. Dus ik koos toen op een gegeven moment voor Piet Davidson. Ja? En um, toen, uh, toen kwam uh, Tom Holland, Spider-Man, en yeah. uh, toen ging ik zwaar voor Tom Holland. Yeah. En op een gegeven moment kwam Ben Affleck. Nou, als er iemand is waar ik echt een crush op heb, is het gewoon Ben Affleck. Okay. The way he carries himself, hij komt altijd op voor, voor islam, weet yeah. je. Ik, 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 dan denk ik, oh, Wow. my bastard man, yeah. snap je? Oh, dat is Ben, Ben, hé, Jen, Jennifer Lopez, je bent over jou. Ja. Like, I feel like he's also very funny. Maar dan, ja. dan kijk ik naar de comments en dan zag ik mensen dus zeggen: Ja, je hebt alleen voor Pete Davidson gekozen. Omdat Kim. Nee, I really like funny men. Tom ja. Holland, ook een hilarische man. Ik zou nooit denken dat je op Tom Holland zou kunnen vallen. Oh, want ik I, vind hij, hij, echt... is, hij is zo grappig. Heb je okay. interviews ooit van hem nee, gehoord? Nee, ik kijk gewoon naar Spider-Man. Ik, als Spider en geniet ook ik in van nogal Spider-Man, heb... ja. is hij hilarisch. Ja. Oké, okay, maar dan denk je ja script. Weet toch, ik ik weet niet zeg maar ja, of echt Ja, stil, hij kan okay. het goed okay. na okay. spelen. Snap je? Tom Holland, u hier was dan. Like a, a funny guy. Nee nee, hij heeft Zendaya. I applaud. Zendaya is queen. Oh ja, die zit nog officieel yeah, samen. Ja, gotta... they about to get married volgens mij. Oh mijn god. Nee nee. Webslaker. Maar… Like a funny guy, wint altijd van, van de mooie boy in mijn ogen okay. of, of the money guy of whatever. Ja. Nou, dikke ja. shout-out aan jou. Sowieso, thanks voor je komst aan de podcast. Thanks voor de uitnodiging. Uh, wanneer je in de buurt of wanneer je iets wil vertellen, iets groots, dit is jouw platform. Ik zeg altijd tegen mensen: uh, de bedoeling van deze platform is gewoon jouw verhalen vertellen. Op een echte, real manier. Yeah. Zeg maar niet van geknip, geplakt. Het is gewoon real talk. Wat jij voelt, vertel je hier. Volgende keer vertel je weer iets anders. Of je vult dingen aan. Dit is gewoon. Jouw plek. Wil je nog iets zeggen naar de fans? Nee, daar... I okay. appreciate it. Oké. Okay. Nee, bedankt dat ik mocht komen. Sowieso, man. Ik vond het een leuk gesprek. En je krijgt sowieso deze. Ja, yeah, give it to me. I was a bad boy. Deze say. krijgt sowieso. <laughs> Shout out de Dus voor al die luxury brands, ga ze gewoon checken. Wil je iets leuks uh, regelen voor, voor jezelf. Ga, ga er gewoon naartoe. Uh, ze zijn heel snel. Dus als je iets vandaag bestelt, krijg je het morgen. Uh, ze zijn connected met meer dan 600 winkels. Gewoon in luxury winkels. Dus ga ze gewoon checken. En uh, maar ja, die vraag, hè, voor die, voor die kijkers. Ja, thuis, wil je deze hebben? Jij weet deze? Moet je de podcast wel gecheckt hebben? Uh, ik ga hem niet te moeilijk voor je maken. Maar het heeft te maken met een aankoop die zij gedaan heeft. En ze zegt: het is een van de duurste aankopen die ze heeft gedaan. Wat is het voor ding? Wat is het voor ding? Duurste wat zij gekocht heeft. <laughs> ga spoelen, ga spoelen, ga checken. Nando leaks baby, real talk. En vergeet niet te liken, te subscriben, delen, share it. Uh, comments, vertel je broertje, je zusje, je kat. Hier hebben we de echte gesprekken. Het is real talk. Selma Omari in de building. Nando leaks. Keep it hard, keep it banging baby.